Hallo, ik ga vandaag een heel bijzonder slijmachtig iets maken. Het is namelijk slijm met shampoo en keukenzout. En dat zijn de enige twee dingen die erin gaan. Geen glitters, helemaal niks. Ik hou het gewoon heel simpel. Het geheim van dit recept is, want mijn vrouw heeft het ook al een paar keer proberen te maken en het ging elke keer fout, is dat je maar heel erg weinig zout moet toevoegen. Ik heb het namelijk op het internet opgezocht en zout reageert met shampoo en als je er heel klein beetje bij doet, wordt de shampoo dikker. Maar als je er te veel bij doet, wordt de shampoo in één keer heel dun. Dus het is een beetje een experiment. Ik ga een heel klein beetje eerst doen om te laten zien wat het effect is. En dan ga ik kijken of ik wat meer kan maken. Maar dat is best lastig. Want je zit al heel snel aan te veel zout. Dit zou veel te veel zijn. Dus ik doe dit erbij zo. Is misschien al te veel, ik weet het niet. We gaan het roeren. Nou, je kan zien. Zie je? Dit wordt al best. Nou, kan je even kijken zo, als ik het zo doe. Zie je, het is geen shampoo meer. Het is een soort dikkig glop geworden. En nou ja, het reageert dus. Het gedraagt zich een beetje als slijm. Zie je, het is natuurlijk nog geen echt slijm. Maar dit is wel het begin. Dus wat ik ga doen is, ik ga nog wat shampoo toevoegen. Ik weet niet of het goed gaat als je het een stap doet. Zie je, het is wel echt. Je kan het zien. Hup. Het is een beetje blobberig. Maar ik ga dus wat meer shampoo toevoegen. Want er is nog iets wat ik ermee moet doen. Wat ik heb gezien. Het verschilt wel per recept. Maar ik vond het wel veel mooier na dat extra trucje. Kijk, je ziet het meteen veranderen. En dat is het in de vriezer doen. Nog wat shampoo erbij, want anders hebben we wel heel weinig. Zo. Kijken of dit goed gaat. Ja, het blijft reageren, dus ik ga er niet meer zout bij doen. Misschien een heel klein beetje. Zoals ik hier zie, zo kijk zo. Hupla. Echt een paar korrels gaat het om. Want er is een soort boog. Hoe meer je erbij doet, hoe het wordt steeds steviger totdat het in één keer slap gaat worden. Nou, dit is genoeg. Kijk, je kan het echt zien. Het is wel een. Oh, welkom zo goed. Is hij scherp? Hij is even zo, mijn hand erbij. Kijk, hij is scherp. Je kan zien, het is geen gewone shampoo meer. Het heeft zich een beetje aangepast qua structuur. Een heel klein beetje, zodat we echt genoeg hebben zometeen. Want anders vind ik het. Dan hebben we geen slijm. Om het zo te zeggen, dan hebben we een heel klein kloddertje. Wat ik hier dus mee ga doen nu is, dit gaat in de vriezer voor een half uurtje. Terwijl dat een half uur in de vriezer zit, ga ik jullie ook laten zien wat er gebeurt. Zo, maar dit keer met wat minder. Als je dus te veel zout toevoegt. Want het is wel leuk dat ik het zo zeg. Oh, ik hoor een alarm op de achtergrond afgaan. Zo. Kijk, als ik dit rond ga roeren, zie je, kijk, het wordt het slijm. Je ziet het meteen een blob worden. Zie je, dat is dus wat je wilt hebben. Dit is goed. Dit werkt. Dit is slijmerig. Dus hier kan je al een beetje mee spelen. Maar kijk, het is echt heel, het is heel grappig. Wat ik nu ga doen is, ik ga er nu veel meer zout bij gooien. Dit is veel te veel. Dit is om te laten zien wat er gebeurt als je te veel erbij doet. Nou, dit lijkt goed te gaan, maar kijk eens, zie je wat er gebeurt? Het lost helemaal op. Het werd eerst even nog dikker, dus ik had er nog een klein beetje zout bij kunnen doen. Maar dit is niks meer. Zie je dat? Dit is heel erg waterig geworden. En dat is dus het risico. Als je dit dus maakt, en dan zullen we kijken of we het kunnen repareren door wat meer shampoo toe te voegen. Als je dit dus maakt, heb je heel snel
veel te veel zout toegevoegd. Nou, ik heb er nu meer shampoo bij gedaan. En het wordt wel weer dikker. Blijft het zo? Nou, ja. Als dit goed gaat, dan ga ik het misschien ook even erbij doen in de vriezer. Maar zie je dat dit in één keer weer zo een dik goedje wordt? Misschien kan er nog iets meer shampoo bij. Het wil weer wel waterig worden. Maar dat is dus het risico. Te veel zout betekent waterig worden. Nou, dit is even om dat half uurtje een beetje op te vullen. Dit gaat niet helemaal goed. Ik doe deze ook gewoon in de vriezer. Misschien wordt het nog wel wat. Dat zien we dan wel. Die ene was beter dan deze. Maar zo zie je. Wat meer shampoo toevoegen helpt dan wel. Maar als je te veel zout hebt toegevoegd, dan gaat het dus mis. Je moet dus echt met hele kleine korreltjes moet je bijna beginnen. Nou, als het half uur voorbij is, kom ik weer bij jullie terug. En dan gaan we kijken of de zout-slijm combinatie, de zout-shampoo combinatie een goed slijm is geworden. Ja? Nou, tot zometeen. En we zijn terug met het slijm. Hoe is het nou geworden? Nou, eerst gaan we kijken naar het slijm waarvan ik jullie liet zien dat het fout was gegaan. Het is heel koud. Het is echt heel erg koud. Het komt net uit de vriezer. Je kan ook zien dat het eigenlijk nog bevroren is. Maar als het een beetje opwarmt, nou ja, dan zie ik wel iets wat een beetje slijmerig zou kunnen zijn. Maar of dit nou echt iets is wat ik onder de noemer slijm zou laten vallen, ik weet het niet. Ik weet wel dat mijn vingers nu pijn doen van de kou. Dus misschien is het een plan om het dan eerst een beetje te laten opwarmen. En het handige hiervan is, het is gewoon zeep, dus dat is niet zo erg. Dit is de andere. Nou, dit ga ik nu even niet met mijn handen in, want het is echt heel koud nog. Maar even kijken, is het een beetje zo als ik die lamp een beetje weg doe? Kijk, kan je het een beetje beter zien? Dit is wel slimy. Zie je dat? Dit is wel slijmerig. Het is nog niet zo. Misschien als ik er een beetje blijf roeren. Ja, het is wel slijmerig. Het plakt ook. Ik weet niet of je dit nou echt een succes moet noemen. En ja, ik weet het niet. Het is heel is plakkerig. Het is geen shampoo-structuur meer. Maar om te zeggen dat het nou echt slijm is, dat weet ik niet. Op het internet, wat ik zag, was het echt heel erg dik geworden. En kon je er echt in kneden en het uit elkaar trekken. Dus ik ga nog even een beetje hiermee experimenteren. En dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. En we zijn weer terug. Ik heb het iets te lang in de vriezer laten staan volgens mij. Want als je hier naar kijkt, is het meer een milkshake geworden. Het is keihard. Nou ja, niet keihard, dat is ook overdreven. Maar het is, als je het hoort, dan is het wel wat crunchy, om het zo te zeggen. Maar terwijl ik dit doe, warmt het op en het is wel veel dikker dan het was. Ik heb er nog namelijk een klein beetje zout bij gedaan. Het was een gokje, want jullie hebben kunnen zien dat als je er te veel zout bij doet, dat het dan in één keer water wordt. Nou, dit begint nu ergens een beetje op te lijken. Het is heel dik, maar het is nu heel brokkelijk nog. Ik ga kijken of het natuurlijk wel wat, als het oplost, wat mooier is. Het blijft wel een raar en bijzonder recept. Maar ja, dat had ik al het idee van. Ik heb op internet wel hele mooie beelden hiervan gezien. En daar kon die meneer of die mevrouw die dat had gemaakt, die kon het echt heel mooi vasthouden. En dat lukt mij hier natuurlijk niet bij. Ik ga er niet met mijn handen in zitten. Om de hele simpele reden dat dit enorm koud is. Nou, oké, ik ga er wel een beetje met mijn handen aan zitten. Het is heel plakkerig, maar het is wel slijmerig. Het is een beetje een combinatie van slijm en shampoo iets. Ik weet het niet. Je kan er wel mee spelen, zoals je ziet. Er zitten nog stukjes ijs zit er hierin. Maar ja, je kan hem uit elkaar trekken. Het is niet zo mooi geworden als ik op internet zag. Dat is me niet gelukt. Die persoon heeft nog wel sprinkles doorheen gegooid. Maar zoals je ziet,
Het is wel slijmerig. En ik weet het niet, mevrouw staat hier toevallig naast me. Zij is veel met beauty dingen bezig. Zou je shampoo en zout in je haar kunnen smeren? Zout? Ja, hier zit zout doorheen en het is shampoo. Als het zeezout is, dat heb je ook in de zee en dat is best goed voor je haar. Ja, dat is waar. Tenminste, je kan je haar daar heel mooi mee bleachen als je dan in de zon gaat staan. Ja, dus ik weet het niet. Je hoeft het niet weg te gooien, dus misschien kan je het gewoon gebruiken. Dit is trouwens nu wel echt slimy, mensen. Jullie kunnen het ook zien. Het doet onwijs pijn aan mijn handen. Daar ben ik ook eerlijk in, want het is nu nog te koud. Maar als dit dus wat opwarmt, zoals je ziet, dan is het wel slimy. En ik voel het ook wat steviger worden in mijn handen als ik er zo mee werk. En het begint ook steeds glibberiger te worden, dus dat is wel leuk. Even kijken, dit erbij pakken. Dus dit is wel, ik ga gewoon zeggen, het is gelukt. En omdat het shampoo is, vind ik dit niet zo erg. Want dit is niet die lijmrommel die we normaal hebben. Die vind ik niet zo fijn als die heel plakkerig is. Maar dit vind ik eigenlijk helemaal niet erg. Want als ik zo meteen gewoon lekker naar de kraan ga, dan kan ik hier heel mooi mijn handen mee wassen. En heb ik wat zout erin zitten. Maar dat is allemaal heel erg natuurlijk. Dus daar is niet zoveel mis mee. Ik had nog kunnen proberen om hier natuurlijk kleurstof en zo bij te doen. Maar je kan misschien jezelf ermee wassen. Misschien niet per se je haar, maar jezelf wel. Ja, dat kan. Dus dit is kijk, mijn handen zitten helemaal onder. Maar zoals je ziet, het is slimy. Het is shampoo. Het is zout. En er zit niks anders bij. Dus er zit geen borax in, geen lijm, geen wasmiddel in dit geval. Waar dan stiekem toch een beetje borax in zou hebben gezeten. Dit is gewoon slimy spul. En je kan hier veel makkelijker mee experimenteren dan met dat lijm en zo. Door gewoon meer zout erbij te doen, dan wordt het misschien wat slapper. Oké. Ik kon het niet laten. Ik heb toch nog een klein beetje geëxperimenteerd. En ik heb er extra zout aan toegevoegd. En dan wordt het in één keer wel een klomp en een klont. Het blijft een risico. Ja, kijk, het is wel echt gewoon veel beter in één keer. Dus je moet, als je dit wil doen, met het zout experimenteren. Want als je de juiste hoeveelheid zout kan vinden, dan kan je dus wel een echte blob krijgen hieruit. Ja? Dat wil ik je nog even laten zien. Het ging weer even de vriezer in. Ik heb het nu alleen een stuk minder langer in laten zitten. En wat natuurlijk wel zo is, het moment dat het te veel opwarmt, dus het moet lekker koud zijn, maar het moment dat het te veel opwarmt, wordt het natuurlijk wel weer zoals het er net was. Maar je kan het wel krijgen door, zoals je op andere websites ziet, door er gewoon de juiste hoeveelheid zout in te doen. En dat maakt dit wat moeilijker om te maken. Ik vind hem zelf een heel pittig slijm om te maken. Maar je ziet het is wel echt gelukt. Oké, nou sorry, dat moest ik nog even tussendoor. Dan ga ik even terug naar de andere video, want ik heb hem even stiekem tussendoor gegaan. Dus het ziet er een beetje raar uit in de montage. Sorry daarvoor. Maar als het slapper wordt, dan heb je kunnen zien dat je er weer wat shampoo bij kan doen om het weer dun te krijgen. Dus nou, vond je dit slijmerig leuk? Wil je nog meer experimenten zien? Sommige die zijn zoals deze wat anders dan ik normaal maak. Klik dan op die like-button daar. Of die like-button. Klik op mijn abonneer-button daar. En mijn vrouws abonneer-button daar. Want die maakt ook heel veel slijm. En hier aan de zijkant zie je veel viezigheid. Daar zie je twee playlists. En klik op like als je dit leuk vond, grappig vond en funny vond. Tot de volgende keer.